Welkom terug. In dit filmpje zal ik DIY SS Advance Calendar unboxen. DIY Do It Yourself. Ik ben heel benieuwd. Dit is een zware doos en ik heb geen idee wat erin zit. Oké, ook een spoiler alert. Deze Advance Calendar maak je zelf als je een cadeau voor iemand anders wil maken. Oké, dit is een Advance Calendar voor jou. Maar als je deze Advance Calendar voor jezelf wilt, moet je iemand anders vragen om deze Advance Calendar voor jou te maken. Omdat anders weet je allemaal producten die in zitten. Oké, wij beginnen met stickertjes. 24 dagen. Verder zien we een kaartje met allemaal producten die in zitten. Oké, deze hebben we nu niet nodig. Dan krijgen we veel pakketjes. Oké, jongens, ik denk eigenlijk het is heel makkelijk om deze adventskalender te maken. Ik dacht misschien is het moeilijk, gaan we een doosjes maken, maar nee. Je hebt gewoon een pakketje en dan zet je iets binnen en dan doe je die dicht met deze sticker. Zoals nummer 1. Wat zal nummer 1 zijn? Dit zal Essence Fake Wimper zijn. Fancy Lashes. Ik zie hier hebben we een beetje glue. Die lashes lijken heel cool. Je moet dit in het pakketje zetten. En dan met nummer 1 die pakketje dicht doen. Oké, en dan heb je zo 24 pakketjes. Het heel leuk idee is. En dan gaan we kijken wat er allemaal in zit. Ik heb al één Essence Advance Calendar opengemaakt. En daar waren allemaal kerstproducten in kerstverpakking. Maar hier zie ik dat het gewoon klassieke Essence producten zijn. Hier krijgen we een klein stukje van oogschaduw applicators bij Zena. Die zijn heel gewoon standaard, denk ik. Ik denk ook niet dat je te veel betaalt in de winkel voor dit soort van ding. Hier hebben we 41 stickers van bloemen. Die bloemen zijn ook heel mooi met witte, roze, paars en gele kleuren. Dit moet je zo gebruiken. Eerst doe je de nagellak. Daarna doe je die stickers en een beetje duwen in de nagellak. En het is goed als je op die stickers nog een laag van nagellak doet. Maar die transparante laag. Die shiny nagellak. Daarna krijgen we een prima product. Dat is een nail polish remover. En in de vorm van corrector pen. Dit is met een beetje kerstgeur. En ook zonder acetone. Hoe je dit gebruikt. Je doet het open. En misschien heb je wat fouten gedaan. Die nagellak gaat buiten je nagel. Dus dit verwijder je met deze pen. En dan maak je die schoon met een tissue. Heb ik geen tissue, maar oké, maak je die schoon. Zo, hebben we schoongemaakt. Dan doe je die heel goed dicht. Dat hoor je die klik. Wat ik heel ook leuk vind, is dat we 3 extra applicators krijgen. Dus als eentje al helemaal vuil is, kunnen we die volgende gebruiken. Hier krijgen we een lippenstift product en dat is van de lijn This Is Me, maar in kleur van Crazy. Het is een tint nummer 4. Dit wil ik niet helemaal openmaken, omdat ik weet niet of ik die kleur leuk vind. Hier krijgen we weer een lippenproduct en dit keer dat is een lippengloss. Dit is Plumping Nude. Zoals je kan horen, dit moet je lippen groter maken. Dit is wat ze beloven. Die breng je aan je lippen en die worden met een beetje prikkel groter. Je mag dit niet aanbrengen als je wat wondjes op je lippen hebt of gewoon heel gevoelige lippen. Deze lippengloss is best wel een donkere tint. Dit is 09 Larger Than Life. Dit is een Essence oogschaduw palette Never Give Up Your Daydream. En ik verwacht heel mooie kleuren. En inderdaad, die kleuren zijn zo mooi. Ik denk eigenlijk kun je sommige van die kleuren als een highlighter gebruiken. Zeker. Die palet is ook heel dreamy, zal ik zeggen. En vooral vind ik die namen heel leuk. Hier Pistachio, Sunny Days, Silver Lining, Blooming, Escape in the Clouds, Dreamy, Sweet Dreams.
Gewoon prachtige namen. Weer krijgen we hier bijna hetzelfde lippenstift product. Maar dit is Semi Shine van This Is Me Line. In kleur van 106 Late Night. Een donkere en ook fel kleur. Dit wil ik niet openmaken. Hier krijgen we een make-up fixing product. En dat is Keep It Perfect Make-up Fixing Spray met Hyaluronic Acid. Dit heeft een hydraterend effect. Voordat je dit gebruikt moet je allemaal make-up op je gezicht hebben. Ga ik dit heel goed schudden. En dan van de afstand van 15 centimeter. Wat is 15? Ik denk gewoon zo. Spray je dit op je gezicht. En dan, ja, je make-up is fixed. Hier krijgen we nagellak voor French manicure. En dit is een heel subtiele kleur van pink. Dit heet nummer 2, Frenches Are Forever. This nail polisher gives your nails the look of a natural French manicure and a shiny finish for beautiful and manicured nails. Volgend product krijgen we een waterproof oogliner. Dit is een kleur van zwart. En zoals het zegt, het is waterproof, dus het is echt sterk. Dit is een super fijn waterproof eyeliner pen voor precise en ultra fine line. Het is smudge proof en extra long lasting. Ophthalmologically tested. Verder krijgen we nog één oogschaduw product en dat is I Love Stage en dat is oogschaduw base. Eigenlijk hebben we ook een oogschaduw base in die Essence Kerst adventskalender gekregen, maar die was ook in andere vorm. Deze eyeshadow base for a long lasting eye makeup result and you're ready for the stage. We krijgen deze oogschaduw base in de tint 01, The Stage Is Mine. Verder krijgen we lippenglossen, dit is een shine 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 met wet look effect. Het zegt extreme shine lip gloss for a wet look finish. And cushion feel on the lips. Non-sticky. En als een grote fan van lipglossen. Ik vind deze tint ook leuk. Deze is 19 Think Pink. Ga ik dit uitproberen. Oké, ik weet niet of het mijn favoriet is. Omdat ik krijg een beetje gevoel van die lipglossen die ik was aan het gebruiken toen ik heel jong was. Dus ik denk, toen heb ik niet de beste kwaliteit lipglossen gebruikt. Dus ik weet niet over deze. Zeker is hij niet heel sticky, maar verder krijg ik geen prettig gevoel. En hier krijgen we meer nagellakproducten. Eerst dat is Essence Shine Last & Go. Dit is een gel nail polisher. Weet je, je hebt die gel nagellakken, maar daar heb je een speciaal lampje nodig. Dus hier heb je een effect van gel nagellak, maar eigenlijk heb je geen lampje nodig. Maar dit is echt long lasting. Dit is een tint van 52 Shine On Me Long Lasting Nail Polish. Nog eentje voor je nagels. En dit is een Extreme Shine Top Coat. Ze beloven dat je krijgt 86% Confirm More Shine. This top coat with innovative gloss technology creates a strong protection shield over your nail polish for an extreme long lasting and shiny manicure. Wat ik echt heel jammer vind is dat wij krijgen topcoat en deze moet je eigenlijk ideaal samen met een gel nagellak gebruiken. Dit is dit, dit hebben we ook gekregen. Maar een derde product hoort bij deze combinatie en dat is een base coat voordat je een gel nagellak gaat gebruiken. En die hebben we helaas niet gekregen. Dus ik vraag me af of deze twee producten zullen werken zonder base coat. Laatste nagelproduct en dit is een nail polish remover, maar deze is wel met acetone. Dit is jelly nail polish remover met soft pineapple scent. Maar zoals je weet, alle die acetone removers, ze hebben heel sterke acetone geur. Dus ananasgeur, denk ik dat die zal je niet raken, misschien heel ver, maar die stinkt met acetone gewoon. We krijgen meer
oogschaduwpaletjes. Eerst, het is Witch Side. Het is een heel prachtige verpakking. Zie die ogen gaan dicht en open. Gewoon echt prachtig. Binnen krijg je best wel grote spiegel. En dan ook die kleuren zijn leuk. Zoals ik zie heb je een paar matte kleuren. Maar dan ook een paar heel glimmerende kleuren. Verder krijgen we oogschaduwpalet Konnichiwa Tokyo. En hier krijgen we heel felle kleuren. Vibrant City with these 9 highly pigmented eyeshadows that are a perfect combo of matte and shimmery shades for soft orange and rosy looks with a pop of blue. Wauw, dus in deze adventskalender hebben we meteen 3 oogschaduwpaletjes. Leuk. We hebben nog een paar producten gekregen die wij ook in Essence Kerst Adventskalender hebben gekregen. En dat is een perfect matte lipstick. Een beetje een andere kleur dan in die andere Essence Kerst Adventskalender. Maar die is ook bijna hetzelfde. Tenminste, de verpakking is hetzelfde. Dit is een perfect matte lipstick in tint 04. En dit is Erase You Up. Dit product hebben we ook in een andere Essence Adventskalender gekregen. En dit is I Love Extreme Curl and Volume Mascara. Mascara with a twisted XXL plastic brush for an extreme curl and volume effect. Lifts up your lashes. Ophthalmologically approved. Wij zijn er bijna. Laatste 4 producten. All about matte. En wat is dit? Dit is Oil Contour Paper. Het mattifies met de seconde, met een green tea. Dus het werkt heel makkelijk, zoals begrijpen. Hier heb je wat papiertjes en dan pak je eentje en doe je gezicht vrij van olie. Wanneer zal je dit gebruiken? Ik denk eigenlijk na de sporten. Of nadat je zweet. En je krijgt 50 van dit biertjes. Kun je 50 keer dat gebruiken. En wat heel verrassend voor me is. Is dat dit product in Japan is gemaakt. Oké, en hier krijgen we een blush lighter. Dit is een powder blush met een beetje highlight effect. Eén helft heb je gewoon matte, semi-matte blush. En op die andere kant heb je highlighter blush. De kleur van deze blush lighter is 02 Coral Sunset. En ik vind die kleur ook heel mooi. Ook subtiele kleur en eigenlijk iedereen kan deze kleur gebruiken. Eén laatste product. Dit is een powder You Better Work. En dat is een fixing powder. Eerlijk, ik gebruik dit soort van producten niet. Zoals je ziet, er is geen kleur. Dus die moet transparant zijn. En het is speciaal voor je make-up te fixen. En als je gaat zweten, dat het powder nog steeds werkt. En eindigen we met een simpel lip liner potlood. Een kleur van Something Different 15. Het is soft contouring. En die kleur, misschien is het echt een beetje Something Different. Het is met beste kleur. Het is een lip liner for precise application and perfectly defined lips. High color payoff in one smooth stroke. Dit was het, de DIY SS Adventskalender. Die is heel leuk. Je hebt niet zoveel DIY. Je hebt gewoon pakketjes. En die doe je zelf. Dus zo pak je die producten zelf in. Maar eigenlijk deze adventskalender is over de producten van Essence die wij krijgen. En wij krijgen geweldige en ook veel producten. Wat denk jij over deze producten? Vind je ze leuk of andersom? Vind je ze helemaal niet leuk? Omdat misschien heb je die geprobeerd en ze werken niet. Dat kan je hieronder in commenten schrijven. En ik wens je een nieuwe mooie dag. Of mooie avond. Doei!